Voor mij is de circulaire economie zowel een systeemverandering als een bittere noodzaak. Als je kijkt naar een aantal maatschappelijke trends, we zijn nu met 7 miljard mensen, we zijn dadelijk met 9,5 miljard mensen. Dat legt een enorme druk op grondstoffen, energie en druk op het ecosysteem van de planeet. Europa als continent voert 7 keer zoveel grondstoffen in als dat exporteert. Dat is een enorme afhankelijkheid. Nederland ligt nu al onder de zeespiegel, dus dat stelt ons voor grote uitdagingen. En het bestaande systeem wat we hebben, de Engelsen noemen dat take, make en waste, is gewoon niet vol te houden. Dus we moeten een ander operating system zien te verzinnen. En dat de grondstoffen langer kan laten rondcirkelen. Waarin de energie die we hebben ook herbruikbaar hernieuwbaar is. Waarbij menselijke activiteiten tijden rekening houden met het ecosysteem. Nou, eigenlijk die uitdaging dat vraagt om een systeemverandering. Het vraagt om anders ontwerpen, anders produceren, anders consumeren. Het laten cirkelen van grondstoffen. Door bijvoorbeeld reuse, repair, refurbish, remanufacture en uiteindelijk recycling. En dus ook om nieuwe businessmodellen en ander gedrag. En je moet aan heel veel knoppen draaien. Lokaal, nationaal, Europees, internationaal. Het vraagt om visie en leiderschap. Het is een zoektocht. Het gaat om samenwerking in de keten. En dat vraagt om transparantie en vertrouwen. Als je grondstoffen langer wil gaan laten rondcirkelen, ja, dan zul je moeten denken aan nieuwe businessmodellen, nieuwe concepten. Het concept van de leeneconomie of een verschuiving van eigendom van producten naar het gebruik van diensten. Dat kan heel veel bijdragen aan verduurzaming en ook nieuwe markten creëren. We moeten ook de jeugd betrekken bij circulaire economie. Want zij zijn de consumenten van vandaag en morgen en zij zijn de leiders van de toekomst. Dus hier is een belangrijke rol voor de kennisinstellingen. De overheid heeft ook nadrukkelijk een rol te spelen. Zij zullen moeten aangeven wat de visie is, in welke richting we op moeten gaan. Ze zullen de condities moeten creëren en de randvoorwaarden moeten bewaken. TNO heeft berekend dat de transitie naar een circulaire economie veel kan opleveren. We kunnen jaarlijks 7,3 miljard euro besparen aan grondstoffen. Daarnaast worden de 54.000 banen gecreëerd en wordt de milieudruk aanzienlijk verminderd. Voor mij is circulaire economie een manier om Nederland aantrekkelijker, concurrerender, resource efficiency veerkrachtiger en inclusiever te maken. Ik zie nog meer voordelen. Door lokaal en cross-sectoraal en in diversiteit van teams samen te werken aan circulaire projecten ontstaat er een nieuwe dynamiek. Noem het de energieke samenleving, nieuwe inspiratie voor innovatie en bedrijvigheid. Eerst in Nederland en daarna over de grens. Dus ik zie het als een enorme kans voor ons, juist hier in Nederland. Ik verwacht dat in 2020 studenten van buiten Nederland naar ons toe komen om hier het vak van circular design te komen leren, te leren van refurbishment, dat ze onze best practices hier komen bekijken op studiereis. Dus dat we het begin van die circular hotspot hebben gerealiseerd. Maar 2020 is echt een tussenstap. Voor institutionele veranderingen hebben we veel meer tijd nodig, moet er nog heel veel water door de Rijn stromen. Maar samen kunnen we toewerken naar dat eerste doel, Nederland als circular hotspot. En elk klein stapje is al een winst. Voor een bedrijf, door efficiëntie, voor de burgers en uiteindelijk voor de planeet. Het is een geweldige manier om je te laten inspireren, om daar de ideeën te krijgen hoe je kan implementeren en met anderen kan praten over de innovaties die daar ook weer voor nodig zijn. Dus het is echt een kans om daar heel veel te leren en gewoon enthousiast te worden over de kansen die er zijn. In plaats van te denken in een doemscenario wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Nee, hier kunnen we echt een kans grijpen. Dus laat je inspireren. Kom naar het congres.